Lieve Wendy. Hallo Wendy. Lieve Wendy. Lieve zus. Hoi lieve Wendy. Hoi lieve Wendy. Hoi Wendy. Hoi Wendy. Hoi. Lieve zus. Als 5-jarig meisje wilde ik net zoals mijn grote zus op ritmisch gymnastiek. Ik ben daarna ook vaak mee geweest naar Beekbergen als jij moest trainen en ook naar buitenlandse wedstrijden. Jij was echt mijn grote voorbeeld en ik vond het super gaaf dat jij mijn zus was en zei dat ook altijd met veel trots. Ik hoop dat je veel plezier krijgt met Veerle in de toekomst en wie weet gaat ze nog wel ooit op ritmisch gymnastiek of op twirlen. Dat mag ook. Je kan terugkijken op een hele mooie periode met moeilijke, maar ook hele mooie dingen. En ik vind dat jij met veel trots kan terugkijken als trainster zijnde en ook als jurylid. Liefs. Hey meis, als klein meisje van 9 jaar ben je begonnen met ritmisch gymnastiek. Je was de supergymnaste in de nationale selectie bij Veneta. Daarna heb je je ontwikkeld als een van de beste trainsters van Nederland, ook nog jurylid geweest. Maar jezus, wat hebben wij veel meegemaakt in al die jaren. Met veel plezier denk ik terug aan alle trainingen, wedstrijden, uitvoeringen, buitenlandse wedstrijden. En nu, na 27 jaar ritmisch gym, ga je stoppen en ga je lekker van je gezinnetje genieten. Het is je gegund. Je bent een topper en blijft dat voor mij altijd. Ik hoop dat je terugkijkt naar alle leuke, lieve dingen en naar alle mooie momenten die je hebt mee mogen maken. Liefst, mama. Hoi Wendy, ook een filmpje van mij. Dit is geloof ik take 1010, maar ik hoop dat het een beetje overkomt. Dankjewel, we hebben leuke jaren gehad, mooie herinneringen gemaakt. Ik had het voor geen goud willen missen. Hoi lieve Wendy, ik zit natuurlijk nog niet zo heel lang bij Sparta, maar het heeft dieke gehad. Heb ik het echt onwijs aan mijn doel gehad en hele leuke dingen gedaan en heel veel meegemaakt met z'n allen. Ja, die tijd die ik er zat, heb ik heel veel van je geleerd. En daar zijn mijn oefeningen echt stukken beter geworden. En dat heb ik grotendeels aan jou te danken. Dus dat wilde ik nog wel even zeggen. En ik wens je in de toekomst heel veel geluk met je gezinnetje. Liefst voor mij. Lieve Wendy, de afgelopen 8 jaar hebben wij bij jou getraind. We willen je heel erg bedanken, want we hebben ontzettend veel van je geleerd. En wij zijn nu op een niveau gekomen door jouw hulp. Heel erg bedankt dus voor alle demo-seizoensafsluitingen en internationale wedstrijden. We wensen je natuurlijk ontzettend veel geluk voor in de toekomst en met je gezin. Lieve Wendy, we zijn je heel dankbaar voor alle jaren die we hebben meegemaakt. Je was een goede trainer en we hebben veel van je geleerd. We zijn je ook heel dankbaar voor alle leuke dingen die je hebt georganiseerd. Kusjes van ons. Hi Wendy, ik vond het superleuk om bij jou getraind te hebben 2 jaar. En ik vond de buitenlandse wedstrijden ook echt superleuke ervaringen. En ik heb heel veel van je geleerd in die 2 jaar, waar ik nog steeds iets aan heb. En ja, wel jammer dat je nu stopt als trainer, maar we zullen je vast nog wel een keer ergens voorbij zien komen. In ieder geval heel veel plezier met je kleine en dikke kus van mij. Hoi Wendy, ik wil jou heel erg bedanken voor alle mooie jaren die ik bij Sparta gehad heb. Ik wil jou, Veerle en Martijn echt heel veel geluk toewensen. En bij deze doe ik de groetjes uit Roosendaal. Houdoe! Hallo Wendy, wij willen u bedanken voor deze leuke en leerzame jaren. Wij willen u ook bedanken omdat u ervoor heeft gezorgd dat wij een goede eindigde podiumplek of een normale leuke plek hadden gehad. En wij hebben ook heel veel van u geleerd en daar zijn we ook steeds beter van geworden. En wij willen u nog een fijne en mooie toekomst wensen. Groetjes Isabel en Sanne. Wendy, ik wil je graag bedanken voor de afgelopen 10 jaar. Waar ik met heel veel plezier bij heb getraind en veel van je kunnen leren. En wens ik nog heel veel geluk en gezondheid toe samen met Veerle en Martijn. Lieve Wendy, wat ben ik blij dat jij ons getraind hebt in de afgelopen jaren toen Annemarsje stopte. Ik vertel nog steeds vol lof over de prestaties die ik bereikt heb dankzij jou. Ik heb heel veel geleerd wat ik nog steeds in de toekomst zou kunnen gebruiken. Ik kan me nog goed herinneren dat we het altijd samen over Disneyland hadden en dat jij zelfs hebt gekeken om te solliciteren om te dansen in de parade. En ook dat we allebei graag eens Sneeuwwitje gingen, maar dat we dat wel een spannende attractie vonden, ook al was het een kinderattractie. Daarnaast wil ik ook nog laten zien van dat ik nu niet in Brabant ben, maar in Maastricht waar ik nu woon. En het lijkt me heel leuk als je samen een keer met je gezinnetje langskomt om iets lekkers te drinken op het Vrijthof en de beste Limburgse vlei te eten. Dik kus en knuffel van Jella en mijn moeder, Annemarie.
Hoi, ik wil je graag bedanken voor alle superleuke jaren. Ik heb ongeveer 12 jaar bij je getraind. Dat is natuurlijk heel erg lang. In die tijd heb je superveel aan me geleerd en hebben we heel veel leuke dingen meegemaakt. Ik wil je graag bedanken voor al deze superleuke tijden en ik wens je nog heel veel succes en geluk verder. Hoi lieve Ben, ik wil even zeggen dat ik super erg genoten heb van elk moment die we samen hebben meegemaakt. Van Nederlands kampioen in 4C tot Amsterdam Masters. En nu als afsluiting in Ahoy, Sportpaleis. Ik heb er super erg van genoten. Ik ben je super erg dankbaar voor alle momenten die we samen hebben meegemaakt. Ik wens je super veel geluk in de toekomst en een hele dikke kus van mij. Heel erg bedankt voor de mooie en fijne jaren bij u bij Sparta. Ik vind het echt heel erg jammer dat je stopt. En ik ging gewoon met veel plezier naar training toe. Dus ik zal je gewoon heel erg missen. Echt heel erg missen. Maar ik hoop dat ik u nog wel eens tegenkom in het winkelcentrum. Hey, kan je? Ik ga het eens proberen, want dit is niks voor mij. Maar ja, voor jou gaan we dat uiteraard eventjes doen. Je gaat stoppen, je gaat meer tijd aan je gezin ga je besteden. En gelijk heb je daaraan. Hè. Er is een tijd gekomen voor de jongelui dat we ze een stap op de plaats moeten maken. En lekker opzij stappen. Laat hun het maar doen. Ik heb je lange tijd niet gezien. Maar we gaan ongetwijfeld ga ik nog eens een keer langskomen bij jullie. En dan gaan we eens even een bakje doen. Hey, ik zou zeggen, heel veel succes lekker met al je vrijheid die je hebt. En we gaan elkaar zien. Doei! Net als iedereen wil ik je ontzettend bedanken voor alles. Je hebt altijd ontzettend hard gewerkt en heel veel van je vrije tijd opgegeven om ons les te kunnen geven en er op de wedstrijd te staan. En daar heb ik altijd hele leuke herinneringen aan overgehouden. Ik herinner me nog een groepswedstrijd in Friesland. En dat was eigenlijk de eerste keer dat we iets langer met elkaar op stap waren. En dat we ook gewoon wat tijd hadden om gewoon met elkaar te kletsen over iets anders dan de gym. En ik vond dat toen superleuk. En ik was niet de enige die dat leuk vond, want de dag daarna op de wedstrijd was iedereen supermoe omdat we zo laat op waren gebleven. Alhoewel het gymtijdperk nu voorbij is, blijven we elkaar natuurlijk gewoon nog zien. Want naast de gym kunnen we het ook best wel goed vinden op het gebied van wijn, uit eten gaan, avondjes stappen. Ga zo maar door. Lieve Wen, je mag ontzettend trots zijn op alles wat je hebt bereikt met de gym. Want dat is eigenlijk bijna alles. Dus het is mooi geweest zo. Ga lekker relaxen met je gezinnetje. En we zien elkaar snel. Lieve Wendy, aan ieder moois komt een eind. En daarom willen we bedanken voor de afgelopen 15 en 16 jaar die we met jou mee hebben mogen maken. Een echt afscheid is het niet, want we blijven elkaar natuurlijk zien met de date. En we willen jou heel veel geluk en liefde wensen met je gezinnetje waar je nu tijd voor hebt. Lieve Wendy, Maxine hier. Heel erg bedankt voor alle jaren ervaring en wat jammer dat je gaat stoppen. Ik wens je een hele mooie toekomst en geniet lekker van je gezinnetje. Dikke kus. Hoi Wendy. We willen je bedanken voor alle leuke tijden die we hebben gehad. We kijken nog steeds terug op een hele leuke tijd. En dat we samen natuurlijk Dio deden, maar ook dat we als kleine meisjes hielpen op wedstrijden. We hopen dat je ook terug kan kijken op een superleuke tijd. En dat je een hele mooie toekomst tegemoet gaat. Doeg! Hey Wendy, bedankt voor alles en heel veel succes in de toekomst. Hoi Wendy, het is alweer een lange tijd geleden dat je ons training hebt gegeven. Maar we hopen dat je na zo'n lange tijd training geven gaat genieten van je vrije tijd. Doei! Doeg! Lieve Wendy, als eerst heel erg bedankt voor alle fantastische jaren die ik bij jou in de gym zou mogen doorbrengen. Het was niet alleen een hele leuke en mooie tijd, maar ik heb er ook heel veel geleerd. Ik heb er geleerd om door te zetten en hard te werken voor dat wat je wilt. Om gedisciplineerd te zijn, doelen te stellen, samen te werken en grenzen te verleggen. We hebben hele leuke en mooie dingen mee mogen maken en ervaringen opgedaan die we de rest van ons leven bij ons zullen houden. Maar nu is het tijd voor iets nieuws. Ik wens jou en je mooie gezin heel veel geluk toe en ik wens je ook heel veel succes met dat wat je verder nog wilt gaan doen. Lieve Wendy, ik weet niet of je me nog herkent, maar ik ben Dielke uit Roosendaal. En ik hoorde dat je gaat stoppen, dat is natuurlijk super jammer. Maar ik wil je nog heel erg bedanken voor de tijd die ik daar heb gehad en voor alle ervaringen die ik heb kunnen opdoen. En ik wens je verder gewoon heel veel geluk toe met je kindje, met je man. En veel kusjes uit Roosendaal. Lieve Wendy, ik zou je graag willen laten zien dat ik nog allerlei hele toffe dingen kan, als spagaten op twee banken en zo. Maar helaas kan ik dat allemaal niet meer. Brine hoort er niks bij. Maar ik wil je wel heel graag even bedanken voor alle superleuke jaren die ik bij Sparta heb gehad. Ook mede dankzij jou. En ik wens je heel veel geluk en succes met je gezin. Doei! Hoi Wendy. Na meer dan 15 jaar ga je stoppen met lesgeven bij de Ritmisch Gym. Dat is een behoorlijk lange tijd. En begon allemaal
hier. Nou, wij nog super jong. En al snel eigenlijk werden wij de bejaardenclub. Zoals te zien op deze foto. Maar eigenlijk waren we nog helemaal niet zo oud. Nu komt er dan een einde aan het lesgeven. Zodat je ook meer tijd met je gezin kan doorbrengen. En ik wens jou en je gezin het beste. Doei doei! Hey, ben ik weer. Het is Kelly niet gelukt om een filmpje te maken voor deze tijd. Maar ze heeft wel wat leuke foto's meegestuurd. Dus die zie je nu. En namens Kelly wilde ze ook nog even zeggen bedankt voor alle leuke en mooie jaren en heel veel geluk. Oké, dat was hem dan. Doei! Daar zijn wij. Mama die gaat stoppen met de gym. Ja. Ja, en dan is mama heel vaak thuis. En vinden wij dat leuk veel als mama vaak thuis is. Ik vind het persoonlijk wel leuk, moet ik zeggen. En Veerle, vind je het leuk als mama heel vaak thuis is? Ja, leuk. En wat gaan we doen als mama heel vaak thuis is? Ijsjes eten. Gaan we ijsjes eten als mama thuis is? Hoera! En dan gaan we heel veel dingen met z'n drieën doen. Hiep, hiep. Hoera! Ja! En gaan mama nu een kusje geven. Want we zijn wel heel trots op mama, wat mama allemaal heeft gedaan met de gym. Toch? Veel een kusje?